Wij proberen als ontwerpbureau om een rol te hebben, zowel esthetisch als inhoudelijk, bij grensverleggende politieke projecten. Dus wij proberen ons met dat soort projecten te engageren. En op die manier ook het ontwerpen weer relevant te maken. We zijn waarschijnlijk wel nomadischer dan veel ontwerpbureaus die uitgaan van één vaste plek van waaruit ze alles maken. En wij maken veel meer dingen, denk ik, dan andere bureaus vanuit situaties waarin we reizen, onderweg zijn. En ook vanuit samenwerkingen met organisaties, veelal politiek getinte organisaties en individuen. Waardoor je als ontwerper uit je comfortzone wordt gehaald. En ik denk dat zodra je ons uit onze comfortzone haalt, dat we juist heel gelukkig zijn. Daniel van der Velden en Vinka Kruk, together form Metahaven. A strategic design agency that has come to define a new methodology in graphic design. Design as a means of knowledge production and a tool to analyze existing power structures, both commercial and political. Many of Metahaven's projects are self-initiated or collaborations with carefully selected partners, like for instance WikiLeaks. In 2010, Metahaven published the book Uncorporated Identity, that gives a clear insight in their research-based design practice. Heel vaak is een boek over een ontwerpstudio een soort monografie met al het beste werk bij elkaar en een voorwoord en een paar essays over die studio. En dit boek heeft dat eigenlijk helemaal niet. Dit boek bestaat alleen maar uit teksten over de wereld en helemaal niet over ons. Ons werk is meer het medium of een van de dragers waardoor dat verhaal wordt verteld. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje een science fiction boek over design. Here, Daniel and Vinka visit the famous printer Lazard in the east of France for a project called Geogame. Oh, ruikt lekker wel, die inkt. Bonjour. 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 Bonjour, Vinka. Jean-Yves. Ah. Enchanté. 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 Daniel. Oui. Bonjour. Bonjour, Daniel. Jean-Yves. Enchanté. Bienvenue ici. Oui. Voilà. Geogame will be a large-scale installation playing with the idea of geopolitics as a giant board game. We gaan vandaag proberen verschillende inkten te testen hier om op verschillende materialen. Dus uiteindelijk worden al die zeg maar speelvelden worden bedrukt. Dus zeg maar een schaakbord zou zijn, zou elk veld van het schaakbord bedrukt zijn en bijna elk veld zou anders zijn. En wat we nu gaan doen is testen van verschillende inkten op materialen, maar we gaan ook inkt testen op digitale print. Dus zeefdruk en digitale print samen. Ja, dus als we het iets meer koper willen, dan moet er iets meer rood in. Ik denk dat dat mooi is. Ik vind dit wel heel groot. Ja, mag iets roder in. Yes, a little bit more red. Bonjour. Bonjour. Ja, nu zijn ze het goud aan het mengen. Koper. Koper. Koper aan het mengen. Dat is heel erg goed. Echt een soort chef. Fantastisch, hè? Kijk, dit is meer brons, hè? Ja, mooi. Niet meer rood erin. Nee, dit is goed. Ja. Oui? C'est bon? Deze kleur kan je dus niet bestellen. Die kan je alleen maar hier live maken. En dat is heel fijn. Wij proberen opdrachtgevers te prikkelen door heel snel te beginnen met werk te maken. Dus niet heel lang het gesprek af te wachten of de opdracht af te wachten of te zeggen van wij willen graag voor jullie werken stil. Maar dat we heel proactief al beginnen met schetsen en nadenken over wat we zouden willen maken mocht het komen tot een opdracht of tot een samenwerking. Het eerste hoofdstuk van het boek gaat helemaal over Sealand. Sealand is een soort zelfverklaarde nazistaat in de Noordzee, die zichzelf in de jaren, eind jaren 60 tot land hebben verklaard. En op een gegeven moment is dat een soort internetvrije haven geworden. We hebben geprobeerd om voor die plek een nieuwe identiteit te ontwikkelen en die ook
aangeboden aan de mensen die Sealand min of meer bestuurden. Ja, het is een daad van anarchisme ook. Het idee dat je je eigen staat kunt stichten en dat je dat en dat je daarvoor allerlei dingen kunt ontwerpen die vervolgens die staat ook erkenning geven. Maar tegelijkertijd ook dat het een vorm van verzet is. En die combinatie vind ik spannend. De dromerigheid, de romantische kant van, maar ook de politieke kant. Dit is een voorstel voor een Sealand website, waarbij uiteindelijk het idee van de enkele homepage verdwijnt en alle webpagina's die over Sealand gaan juist worden getoond. Dus eigenlijk verdwijnt het centrum en ontstaat er alleen maar heel erg veel periferie. Nee, ik bedoelde die, weet je wel, daar zit vrij veel grijs toch in. Ja, maar wat zou je er dan voor kleur op willen hebben? Dus dit effect, ik weet niet of het effect als je hier zilver op gaat drukken, met het spiegelende zilver, of dat effect groot genoeg is. Waar we eigenlijk naar op zoek zijn, is om niet zozeer een poster te maken of een beeld te maken met één boodschap, maar met meerdere boodschappen gecombineerd. Ik denk dat we geïnteresseerd zijn in een vormgeving die lyrisch is, als het ware. Die een soort lyrische en romantische kant heeft. Die niet alleen maar op een kale manier informatie wil presenteren, maar die ook, als het ware, zichzelf wil presenteren. Dit zijn sjaals die we hebben gemaakt voor Wikileaks. En die Wikileaks verkoopt om zichzelf financieel het hoofd boven water te houden. Dus het project heet Transparent Camouflage. En het verwijst er ook naar dat de sjaal een verhullende vorm is. Het is een sluier en het is tegelijkertijd een soort advertentie. En het is ook een soort schilderij. Hoe moet zo'n organisatie zich uiten? Hoe moet die eruit zien? Hoe moet die esthetisch functioneren? Kan het feit dat het een beetje geheimzinnige, ondoorzichtige organisatie is juist gebruikt worden op een positieve manier in de identiteit? Het moment dat Julian Assange zei, willen jullie niet een t-shirt en een koffiebeker ontwikkelen voor ons? Terwijl wij aanvankelijk het idee hadden dat we een soort speculatieve identiteit voor ze zouden moeten maken, à la Sealand. Op dat moment leer je wel heel veel over waar ontwerpen daadwerkelijk staat versus waar je denkt dat het staat. Je kunt zeggen dat de relatie tussen design en politiek op dit moment niet evident is. Dat is een relatie die er overal is, maar je moet er als maker naar op zoek gaan om die te creëren. En dat is wat we doen, of wat we proberen te doen. Door niet alleen maar het benaderen van mogelijke partners of benaderd worden door mogelijke partners, maar ook door het doen van een eigen onderzoek. Waardoor je verdiept in onderwerpen waar je anders als ontwerper niet zo makkelijk mee vertrouwd zou zijn. Mooi. Ik vind het mooi. Heel fout. Een beetje Russisch. Ja, het is een soort van keizerkleed. Is het. Ja. Ook met die boeken erin.